Dekkend, wat voor gevoel sta jij hier? Ja, met een waardeloos gevoel. Omdat het een uitslag is die denk ik geen recht doet aan de verhouding op het veld. Alleen, dat is ook zoals het is. Het is 1-1, dus wij moeten onze monden likken. Teleurgesteld zijn hierover. Aan de andere kant ook wel vasthouden aan het veel betere veldspel wat ik van mijn ploeg heb gezien. De openingsfase met het tegendoelpunt, wat gaat daar allemaal mis? Nou, het begint met de eerste bal diep, waarin we met de persoon van Hilal niet dekken. Dus een vrije middenvelder hebben. Die bal pikken zij op en daarna vind ik dat we aan de rechterkant onvoldoende ingrijpen met Ricardo. En komt er een voorzet voor de goal, dat moet ik terugzien. Maar er staat er ook gewoon eentje vrij op 8 meter. Twee eigenlijk, kies nou ook. Daar moet je gewoon verdedigen, daar moet je contact zoeken. Ik denk niet dat we in ondertal waren. Dus gewoon in je eigen zone contact zoeken met een tegenstander en die bal er wegschieten. Daarna denk ik dat jullie zeker na de pauze veruit de bovenliggende partij zijn, maar niet tot heel veel kansen komen voor rust. Een paar mogelijkheden, een beetje dreiging. Waarom lukt dat op dat moment nog niet? Nou, je moet ook in de wedstrijd investeren. Ik vond ook dat onze oplossing lag eigenlijk heel vaak bij De Leeuw en bij Peña. Die speelden 2-1 tegen De Boer. Nou, ik vond dat we te veel aan onze rechterkant bleven breien. Dus dan moet je sneller van kant naar kant. Met het liefst de Peña vrijspelen en dan kan hij De Leeuw weer vrijspelen. Dus in de rust hebben we dat geprobeerd te verbeteren. Ik denk dat het na de pauze best goed is gelukt. Dus voor de pauze nog te weinig kansen. Maar na de pauze heb ik er toch wel een kansje of 4 geteld, denk ik. Ja, misschien nog wel meer ook. Ja, en ja, dan is het gewoon een doodzonde dat het zo lang duurt voordat het gelijk wordt. En dat je überhaupt gelijk speelt. Maar dan hij valt toch nog vrij laat. Heb je nog iets van, nou, ik ben in ieder geval blij dat hij nog is gevallen? Of ben je alleen maar aan het balen eigenlijk? Ja, dubbel. Tuurlijk, we zitten in een fase waarin er echt alles tegen zit. Dus dan denk je van, het zal toch niet zo zijn dat we deze wedstrijd gaan verliezen. Nou, gelukkig valt hij dan. Geweldige aanval trouwens. Geweldige kopgoal van Miguel. Maar ja, weet je, als ik naar die hele wedstrijd kijk, baal ik ontzettend van het feit dat we onszelf niet belonen. Ik had na die 1-1 eigenlijk verwacht dat jullie overtuigender door zouden drukken. Ja, het was even zoeken naar, zij veranderden de formatie, gingen met 5 spelen. En je zag dat onze vleugels daar moeite mee hadden. Zou het eigenlijk simpeler van moeten worden. Afspraak is dan dat we met 3-op-3 gewoon vol druk zetten. Krachten vloeiden ook wel een beetje weg bij Cola met name. Dus ja, zij kregen wat meer grip na de wisseling van de formatie. Ik vond aan het eind dat wij weer de bovenhand kregen. En nog een goede schietkans kregen, ik dacht met Peña. Een of heel opvallend moment natuurlijk in de wedstrijd is heel vroeg in de wedstrijd de supportersactie. Ja, ik neem aan dat je het zeer waardeert dat ze hier zijn om jullie te steunen. Maar de manier waarop had wat handiger gekund. Nou, die mensen leven van harte mee. En weet je, dat is hartverwarmend om te zien. We hebben vorige week een filmpje opgenomen. Ja, dus het tekende liefde voor de club. Dus ik ben daar eigenlijk wel... Het was jammer dat die wedstrijd moest worden onderbroken. Maar het is wel geweldig om te zien hoe erg zij meeleven. Ja, jammer. Of vond je het eigenlijk niet eens zo heel erg? Want je kon meteen even de boel weer op scherp zetten. Ja, ja, je kunt wel even doornemen wat er is gebeurd. En dat hebben we ook gedaan. Dit was afgesproken werk. Je had gezegd, jongens, als we achterkomen, kom even langs. We hebben een kort lijntje naar die mensen. Nee, gekheid. Dus nee, wat ik zeg, overal gewoon ja, eigenlijk wel teleurgesteld. Ja, want je ziet de concurrenten her en der toch wedstrijden winnen. RKC, Fortuna gisteren weer. Jullie zijn er ook zo aan toe, hè, om echt aansluiting te vinden. Nou, om eens een keer een wedstrijd te winnen. En om recht te doen aan wat we kunnen. Want dat is gewoon nog niet goed genoeg met z'n allen. We hebben nog niet laten zien wat we kunnen. Dus daar moeten we ook heel kritisch op zijn. Dat doen we ook met z'n allen. We zijn kritisch op elkaar. En dat het nog veel beter moet, dat is helder. Maar dat het ook veel beter kan, ben ik ook van overtuigd. Dankjewel. Graag gedaan.